en wetenschap. En wij hebben een aantal VSO's op de plenaire agenda staan. Plenaire voortzettingen van schriftelijke overleggen die de Kamer heeft gevoerd met deze minister. En het eerste VSO, dat gaat over de stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod. En dat is aangevraagd door mevrouw Westerveld van de fractie van GroenLinks. Ik geef haar het woord. Voorzitter, de coronacrisis treft media en cultuurmakers extra zwaar. Dramaseries worden uitgesteld, filmprojecten worden geannuleerd en ook de journalistiek wordt getroffen. Verschillende redacties hebben aangegeven flink te moeten snijden in hun redactie. En dat doet ons pluriforme medialandschap geen goed, terwijl dat landschap sowieso al broos was. Dit zijn de verliezers van de coronacrisis. Maar er zijn ook winnaars. Uit onderzoek van Telecom Papers in april blijkt dat Netflix momenteel 2,8 miljoen betalende abonnees heeft, alleen al in Nederland. En dat betekent een omzet van een slordige 370 miljoen euro, alleen al in ons land dus. En dat is groter dan de totaalomzet van alle bioscoopkaartjes bij elkaar, bereken ik vorig jaar. En dat was voor de coronacrisis. Voorzitter, ik gun streamingplatforms hun succes, maar ze brengen ook de Nederlandse mediasector in gevaar, omdat ze niet of nauwelijks bijdragen aan circulariteit. En dit kabinet kiest vooralsnog voor een investeringsverplichting om streamingaanbieders te dwingen alsnog in Nederlandse mediamakers te investeren. Maar corona laat zien dat dit niet de goede keuze is. Want een investeringsverplichting zal ten goede komen bij enkele hele grote productiebedrijven en niet terechtkomen bij de kleine makers die veelal nu zonder opdrachten zitten. En daarom wil ik de minister vragen of ze bereid is dit besluit te heroverwegen vanwege de nieuwe situatie en dit besluit nog eens voor te leggen aan het veld. En daarover heb ik een motie. De Kamer gooit de beraadslaging, constaterende dat de coronacrisis makers in de audiovisuele media- en cultuursector zwaar treft. Constaterende dat streamingaanbieders tegelijk meer geld verdienen dan ooit. Overwegende dat het kabinet kiest om streamingaanbieders een investeringsverplichting op te leggen, maar de veranderende marktsituatie wellicht om een ander besluit vraagt. Verzoekt de regering in gesprek te treden met mediamakers in het veld en te evalueren of de introductie van een streamingheffing, net als onze omringende landen, niet beter aansluit bij de nieuwe marktomstandigheden. Verzoekt de regering de uitkomsten van de evaluatie nog voor het wetgevingsoverleg media te rapporteren in de Kamer. Echt over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee onderdeel uit van de beraadslaging. Dank u wel, mevrouw Westerveld. De tweede en laatste spreker van de zijde van de Kamer is de heer Quint van de Socialistische Partij. Dank voorzitter, ook voor het aanzetten van de microfoon. We hebben de afgelopen tijden gezien dat het in de filmindustrie oneerlijk verdeeld is. Je ziet dat er streamingsdiensten zijn die een aantal abonnees zien exploderen, terwijl het voor makers, regisseurs, acteurs en alle mensen achter de schermen op dit moment afzien is. Dat kan anders, dat kan beter en daarom hebben wij een aantal voorstellen. Namelijk, de Kamer gehoort de beraadslaging. Constaterende dat het kabinet kiest voor een investeringsverplichting en niet voor een meer gecombineerde cofinancieringsverplichting zoals bijvoorbeeld in België, omdat het meer in zou grijpen in de markt. Van mening dat marktingrijpen juist nodig is om het aanbod Nederlandse audiovisuele media op peil te houden en Nederlandse producties en makers een eerlijke kans te geven, verzoekt de regering te komen met een voorstel voor cofinancieringsverplichtingen, bijvoorbeeld zoals in Vlaanderen het geval is, en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze daarmee onderdeel uit van de beraadslaging. Dan een voorstel over de hoogte van de investeringsverplichting. Het is duidelijk geworden dat hiermee ongeveer 30 miljoen wordt binnengehaald en dat is natuurlijk goed. Maar wanneer je ziet wat er nodig is om het Nederlandse aanbod op peil te houden, dan is er wat ons betreft meer nodig. Daarom een heel concreet voorstel waar de minister zo mee aan de slag kan. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat het kabinet kiest voor een investeringsverplichting van maar 3% en 6%. Constaterende dat het benodigde bedrag door deze lage bijdrage naar alle waarschijnlijkheid niet wordt gehaald. Van mening dat ook streamingsdiensten die fantastische jaren achter de rug hebben hun eerlijke deel moeten betalen bij de totstandkoming van producties. Verzoekt de regering de percentages te verhogen naar 5% en 10%. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Het is het geval, dan maakt ze daarmee onderdeel uit van de beraadslaging.
En dan nog iets over het aanbod op streamingdiensten. Er komt nu een soort Europees kwotum, waarbij het dus een minimum moet zijn van Europese producties. En wij vinden het een gemiste kans dat deze kans niet ook aangegrepen is om de Nederlandse makers en de Nederlandse producties te beschermen en beter voor het voetlicht te brengen. Daarom de Kamer gehoord te beraadslagen, constaterende dat er wel een minimumnorm wordt opgenomen voor Europese producties, maar niet voor Nederlandse producties. Van mening dat ook Nederlandse producties een waardevolle bijdrage leveren voor zowel de makers, de filmsector, maar ook bijvoorbeeld een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan taalontwikkeling en of kennis van de geschiedenis en cultuur, verzoekt de regering ook een kwotum van 10% in te stellen voor de Nederlandse producties. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze daarmee onderdeel uit van de beraadslaging. Voorzitter, ik dank u voor uw coulance. 1 seconde in het rood zie ik. Ja, ik zie het. Nou, dan doe maar 1 keer, meneer Quint. Dank u wel. Ik schors de vergadering even, zodat de moties verspreid kunnen worden. En dan geef ik daarna het woord aan de minister. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Ik geef het woord aan de minister voor een appreciatie over de ingediende moties. Ja, voorzitter, dank u wel. En het is misschien goed om hier ook even te duiden waar we staan in het proces. Het wetsvoorstel voor de investeringsverplichting ligt op dit moment nog voor advisering bij de Raad van State. En ik hoop het wetsvoorstel zo snel mogelijk bij omkomst naar de Raad van State, bij uw Kamer, te kunnen indienen. En volgens mij is dat ook het moment om het inhoudelijk debat te voeren over de elementen en die wet. Ik kan u aan de voorkant wel zeggen waarom hebben wij gekozen voor een investeringsverplichting. Wij zoeken naar een balans tussen enerzijds het waarmaken van een aantal culturele doelstellingen. En ik ben het meteen eens om te zeggen van ja, de Nederlandse film- audiovisuele sector heeft het zwaar op dit moment. Vandaar dat we bijvoorbeeld in de steunpakketten ook extra middelen hebben voor bijvoorbeeld het filmfonds. Dus die in het steunpakket wat ik heb georganiseerd, komen zij ook volop aan bod. Maar via een investeringsverplichting enerzijds die culturele doelen dienen. Maar anderzijds weten we ook, en dat weten we hier allemaal, wordt er in dit huis verschillend gedacht over ingrijpen in de markt. En daar hebben we een hele zorgvuldige balans tussen gezocht. En dat doen we met die investeringsverplichting. Dan kunnen aanbieders ook zelf bepalen waarin ze investeren. En het is ook echt een mooie prikkel om Nederlands cultureel aanbod zichtbaar te maken. En zeg ik tegen mevrouw Westerveld, zeg,
had daar een opmerking over. Dat kan ook zijn, en dat is helemaal niet uitgesloten, dat ook kleine makers daarbij worden betrokken bij het maken van dat aanbod. Dat is helemaal niet uitgesloten. U maakt daar een tegenstelling die er niet is. En bij een heffing is die zeggenschap er dus niet. Dus u kunt zich voorstellen dat ik op basis van die keuze die er is gemaakt om in die zorgvuldige balans tussen enerzijds niet te diep ingrijpen in de markt, maar wel conform ook het advies van de Raad van Cultuur voldoende middelen ophalen om de eigen sector te ondersteunen, gekozen heb voor een investeringsverplichting. En om die reden ontraad ik ook de motie van mevrouw Westerveld op stuk nummer 1. Dat leidt tot een interruptie van mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter, een vraag over de balans waar de minister het over heeft. Want is de minister het niet met me eens dat die balans scheef is gegroeid? Hè? Dat we aan allerlei producenten die in Nederland zitten, daar stellen we hele strenge eisen aan. Zij moeten terug investeren in de sector. En grote internationale streamingaanbieders, die komen vooral hier geld halen, die brengen weinig geld. Dat constateert ook de Raad voor Cultuur. En is zij het niet met me eens dat die balans daardoor scheef is gegroeid en dat dat vraagt om nog meer eisen vanuit de overheid ook juist aan die grote internationale aanbieders? Ja, en juist daarom kiezen wij ook voor die investeringsverplichting, want dat maakt ook dat die grote aanbieders dan verplicht worden om een deel van hun omzet te investeren in het Nederlands product, waardoor je volgens mij ook kunt streven naar een hele zorgvuldige balans. Daar nog een vervolgvraag over, want in de beantwoording van onze schriftelijke vragen, daar komt als antwoord zelf op dat als we een streamingheffing doen, dat we dan dat de overheid meer aan het roer zit. Dus de overheid beter kan bepalen waar dat geld dan terechtkomt. En is de minister het niet met me eens dat als de overheid het beter kan bepalen, dat dan de kans groter is dat er juist ook wordt geïnvesteerd in juist die makers en die bedrijven die het wat moeilijk hebben, in plaats van dat die grote internationale aanbieders precies kunnen bepalen aan wie zij het geld uitgeeft? En ik ben bang, mijn fractie is bang, dat dat terechtkomt bij een aantal hele grote producenten in plaats van bij die kleine makers. Ja, dat is een veronderstelling nog niet ergens op is gegrond. En wij zien bijvoorbeeld ook wel dat bij die diensten ook kleine makers aan bod kunnen komen. Dus u heeft een angst die nog niet gestoeld is op de feiten. Nogmaals, ik weet heel goed dat er als het gaat om de mogelijkheden hier, hoe halen we geld op bij de aanbieders om de eigen culturele sector te ondersteunen. Daar zijn verschillende modellen in, daar liggen verschillende voorkeuren in. Het is ook mijn taak om er zorgen dat ik met een voorstel kom wat breed draagvlak heeft. En dat is ook waarom wij de keuze hebben gemaakt zoals die gemaakt is. Voorzitter, dan... Ja, er is alleen nog een interruptie van de heer Quint. Ja, aangezien mijn motie die de minister zo gaat behandelen min of meer op hetzelfde onderwerp zit. De minister zegt tegen GroenLinks, u heeft een angst die niet gestoeld is op de feiten. Maar de minister heeft een vertrouwen in de markt dat tot nu toe niet gestoeld is op de feiten. En het enige wat wij kunnen constateren is dat de landen om ons heen kiezen voor een model waarbij de overheid meer direct invloed heeft op het wie het kan ondersteunen of niet. En dat wegneemt bij een aantal grote bedrijven, bij bijvoorbeeld de streamingplatforms. En dat dit kabinet ervoor kiest om dat primair bij die streamingplatforms te leggen, waar zij hun geld zelf in investeren. En dan is de vraag toch een beetje, als de minister GroenLinks en daarachteraan ook de SP verwijt dat onze angst niet gebaseerd is op feiten, waar dan haar vertrouwen op gebaseerd is dat dit de beste oplossing is? Want de andere landen doen het anders. De minister. Nou, als je goed kijkt naar hoe de verschillende Europese landen omgaan met de richtlijn, dan kiest iedereen ongeveer een ander model. U kunt niet zeggen van Nederland doet iets heel anders dan andere landen doen. Als je kijkt welke landen deze richtlijn landelijk in hun eigen regelgeving hebben geïmplementeerd, dan zie ik echt een heel mozaïek van mogelijkheden. Afhankelijk van de eigen situatie, afhankelijk ook van hoe men in land staat ten opzichte van enerzijds
De wens tot ingrijpen in de markt, dat, in welke mate doe je dat, en aan de andere kant de behoefte ook van de eigen audiovisuele sector. Dus ik vind uw veronderstelling van ja, Nederland doet dat heel anders dan andere landen en andere landen gaan heel ver. Ja, sommige wel en andere niet. Dat ligt in Europa echt heel divers en je ziet hier echt dat ieder land kiest voor datgene wat dat land het beste past en waar ook meerderheden voor te vinden zijn. Ja, dat is... U kunt zeggen, maar ja, dat interesseert me niet zoveel, maar mij wel. Meneer Quint. Ja, dat had ik kunnen zeggen, maar dat zei ik niet. En het wordt nu een beetje een wonderlijke cirkelredenering. Wij hebben hiervoor gekozen omdat het goed past. En vervolgens kiezen wij wordt wat er goed past. Daar wordt voor gekozen in Nederland. De vraag is waarom er in deze verhouding ervoor gekozen is om zo'n zware zeggenschap over wat er met de opbrengsten gebeurt bij de streamingplatform zelf te leggen. En mij is niet duidelijk wat nou het unieke is aan de Nederlandse audiovisuele sector, dat het daar logischer is om die verantwoordelijkheid bij de marktpartijen neer te leggen in plaats van bij bijvoorbeeld een fonds op afstand. Ja, voorzitter, die hele weging gaan we in een mooie van toelichting bij het wetsvoorstel uit de doeken doen. Dus het lijkt mij gewoon, dat is een zorgvuldige manier om dat debat te voeren. In een mooie van toelichting lichten wij toe waarom wij tot de keuze komen waar we toe gekozen zijn. Hoe dat zich verhoudt ook tot het eerder advies van de Raad voor Cultuur. En waarom ik denk van ja, datgene wat de Raad voor Cultuur heeft gesignaleerd, van daar heeft de sector behoefte aan, daar kunnen we via deze weg prima aan tegemoet komen. Voorzitter, daar uit mijn antwoorden zal de heer Quint ook al begrepen hebben dat ik zijn motie op stuk nummer 2 ontraad. Dat zal niet voor hem een verrassing zijn. En ook zijn motie op stuk nummer 3. Want ook de hoogte van de percentage, ook dat is een discussie die we bij het wetsvoorstel voeren. En eerlijk gezegd, we zullen straks ook moeten zien hoe tot welke opbrengst die percentages leiden. Want juist nu bijvoorbeeld een aantal streamingdiensten het goed doen, leidt een percentage van bijvoorbeeld 6% tot een best veel opbrengst. Dus dat zou weer een argument zijn om juist de percentages niet te verhogen. Dus ook de motie op stuk nummer 3 ontraad ik. Ook de motie op stuk nummer 4. Kijk, en ik heb heel bewust niet gekozen voor een quotum, omdat wat wij juist zien is dat quota leiden heel vaak tot bulkaankopen en juist tot een verschraling van de kwaliteit van het aanbod en daarmee uiteindelijk tot een afname van de vraag. Dus hier kan ik u zeggen van ik ben een hele diepe overtuiging dat een quota echt hier juist leidt tot een averechts effect. Omdat de makkelijkste manier om te voldoen aan je quotum is dan om een makkelijke bulkaankoop te doen. En leidt juist vaak tot verschraling van het aanbod, afname van kwaliteit. En daarmee is de consument, de kijker en de sector in Nederland niet gebaat. Meneer Quint. Bovendien. Oh. Ja. Kunnen quota alleen worden opgelegd aan aanbieders die zijn gevestigd in Nederland en niet aan aanbieders die gevestigd zijn in andere landen van de Europese Unie. En daarmee mis je dus ook een deel van de aanbieders waar je wel iets aan zou willen opleggen. Dus daarvoor is heel bewust niet gekozen. Een korte vraag van de heer Quint. Ja, even over dat eerste argument. Ik moet zeggen dat ik de minister toch wel eens heb horen pleiten voor quota, waarbij zij een stuk minder bang was voor vervlakking van de kwaliteit. En wat ik overigens met haar deel. En ik vind het zo gek, want aan de ene kant... Dat is echt een vergelijking die echt slaat als een tang op een varken. U weet ook dat vrouwen niet te koop zijn. Meneer Quint. In boardrooms. Want over dat quotum had voorzitter, nu ben ik ik snap oprecht dit antwoord niet. Het ging mij om de verwarring dat een quotum automatisch tot vervlakking zou leiden in relatie tot wat de minister, want dat was het vervolg wat ik hier aan wilde geven, zojuist zei over het vertrouwen dat zij heeft in de streamingsdiensten, dat die zelf het best kunnen investeren in kwaliteit. Als de minister zegt, bij een ander punt vertrouwen wij de streamingsdiensten dat zij het best kunnen investeren in kwaliteit en daarom kiezen wij voor een investeringsverplichting en niet voor een heffing. Dan is het toch gek om vervolgens ervan uit te gaan dat wanneer er een kwotum zou zijn,
dat door de streamingsdiensten in kwestie op een dusdanig vlakke manier zou worden uitgevoerd dat ze 6 seizoenen van een oude Bassie en Adriaan opkopen en daarmee aan hun verplichting willen voldoen. Als de minister aan de ene kant zegt dat zij gelooft in de intrinsieke motivatie van die streamingplatforms om mooie content te maken, dan kan ze niet aan de andere kant zeggen, ja, maar als we daar een kwotum aan binden, dan gaan ze in één keer. Die twee dingen die combineren toch niet goed met elkaar? Ja, dan stel ik toch voor dat u nog eens heel goed kijkt ook naar het verschil tussen die instrumenten. En ook eens goed kijkt naar bijvoorbeeld landen die een quotum hebben, hoe dat uitpakt. Dat pakt niet in alle gevallen gunstig uit voor de makers. En nogmaals, als het wetsvoorstel hiervoor ligt, kunnen we het daar heel precies over hebben. Maar u trekt hier te gemakkelijk twee heel verschillende instrumenten over één kam. Voorzitter, ik ben aan het eind van mijn beantwoording. Ja, mevrouw Westerveld heeft nog een korte vraag. En nog één vraag richting het wetsvoorstel. Want er zijn bij mijn weten 2 landen die nu duidelijk een investeringsverplichting hebben. Eén daarvan is Canada. En zij zeggen dat moet ongeveer $500 miljoen opleveren. En ik zou de minister willen vragen om ook, als wij het wetsvoorstel behandelen, in te gaan op wat in Nederland de verwachte effecten zijn ook qua opbrengst. Dat lijkt me inderdaad heel verstandig, want ik kan me heel goed voorstellen dat u dat als Kamer wil weten als we het gaan hebben over die percentages. Want ik kan me zomaar voorstellen dat het een debat wordt bij de behandeling van de wet. Dat u ook wil weten van over wat voor opbrengst hebben we dan en wat wordt er dan geïnvesteerd in het Nederlands product. Dus bij het wetsvoorstel gaan we dat debat voeren. Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van het VSO Stimuleringsmaatregel Nederlands Cultureel Audiovisueel Aanbod. Stemming over de ingediende moties volgende week dinsdag. Ik schors de vergadering tot 10:50, waarna wij verder gaan met het VSO. Voortgang, uitwerking, vervolg, aanpak, laaggeletterdheid. Ik heropen de vergadering. Aan de orde is een